gordel van Smaragd. Nederlands koloniale trots. Met nostalgie wordt in de Nederlandse cultuur nog teruggekeken op de tijd dat wij een wereldrijk waren. Met Nederlands-Indië als kroonjuweel. Mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevochten hebben om het te beschermen van de Japanners en de latere onafhankelijkheidsstrijders, worden nog jaarlijks herdacht. De spreuk Indië verloren, rampspoed geboren zal velen nog bekend voorkomen. Scholieren komen in aanraking met dit koloniale Indië door het lezen van boeken als Max Havelaar, Oeroeg of Indische Duinen. Indonesische gerechten, of nou ja, minder pittige versies ervan, vinden zich nog steeds een weg naar onze tafels. 1 miljoen Nederlanders hebben zelfs wat Indonesisch bloed in zich. Indonesië heeft een indruk op ons gemaakt. Maar het westelijk deel van ons koloniale rijk hoeft niet te wachten op zulke sentimentaliteit. Verbeeldingen van koloniaal Suriname zijn ver te zoeken in de Nederlandse cultuur en haar onafhankelijkheid in 1975 was meer een opluchting dan een verlies. Anders dan in Indonesië werd er geen schot gelost en werkte de Nederlandse regering braaf mee. Eindelijk waren ze af van wat enkel gezien werd als een financiële last. Ook de Antillen lijkt Nederland liever kwijt dan rijk te zijn. In 2013 merkte premier Rutte op dat als de eilanden vandaag uit Nederland zouden willen, hij dat morgen voor ze zou regelen. In dezelfde trant pleit de oud-PVV-kamerlid Hero Brinkman ervoor om de eilanden maar te verkopen op Marktplaats. Zouden ze tenminste nog wat opleveren. Gloria Wekker, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, beargumenteert in haar boek Witte Onschuld dat dit verschil aan herinneringen aan de twee delen van het Nederlands Rijk verklaard kunnen worden door wat zij een geheugenscherm noemt. De positievere herinneringen die Nederlanders hebben bij de Indonesische koloniale tijd overheersen het denken aan de voormalige koloniën. Net zoals de exclusieve focus op de Holocaust het geweld van de gelijktijdige decolonisatie van Indië naar achter dringt, drukt de herinnering aan Indonesië en het zogenaamde AIDS-beleid dat wij daar gevoerd zouden hebben geweld, slavernij en armoede in Suriname en de Antillen weg. Zo kunnen we het toch comfortabel wonen in een huis gebouwd op onderdrukking.